Robin, achter jou zien we de portretten van Dominique Diroux, Andro Knel en Veer van Vliet. Hoe was het voor jou om deze portretten te maken? Een hele eer, eigenlijk. Ja. Hoe zijn we vandaag bij jou terechtgekomen? Via een vriend van mij die vast in een stadion zit. En die vertelde over dat ze interesse hadden in een wandschildering in de Memorial muur. En ja, zodoende zijn we in contact gekomen, omdat ik, ja, dat is mijn werk, zeg maar. En, je maakt vaker schilderingen, maar ik neem aan niet vaak van dit soort onderwerpen. Nee, dat komt inderdaad wat minder vaak voor. En, was je dan meteen enthousiast of is het dan, denk ik, twijfel je dan als je een opdracht krijgt? Nee, ik heb er niet over getwijfeld, nee. Het is natuurlijk een hele mooie kans en een mooi project. En ja, om dit voor de fans en voor de familie te kunnen maken is natuurlijk... Want heb je contact gehad met de familie in het proces van het maken? Nee, ik heb persoonlijk geen contact gehad van tevoren. Als je dan vandaag een reactie ziet, dan neem ik aan dat je trots bent op wat je afgeleverd hebt. Ja, zeker. Ja, dat is wel mooi om te zien hoe de familie daar op reageert. En er zijn natuurlijk nogal wat emoties die loskomen. En dat doet wel wat met je. Ja, maar dat raak je ook persoonlijk? Ja, zeker wel. Ik bedoel, ja, ik heb het uiteindelijk voor hun gemaakt. En als ze dan op die manier reageren, dan raak je wel. Dat is een mooie opdracht zo. Ja, zeker. Ja. Top, dankjewel. Maarten, samen voor NAC. We staan onder de B-side waar we net een emotionele onthulling van drie portretten gezien hebben. Hoe was het voor jou om hierbij te zijn? Ja, ze moet dan het woordje doen en dan je voelt gewoon de emotie voel je op je schouders. En dat voelde ik wel erg. Maar ja, als je de mensen ziet, hoe ik via het app-contact met de mensen contact heb gehad. Hoe warm ze de gedachte dat alle supporters aan deze drie jongens blijven denken. Jaar in jaar uit, Andro Knelbokaal, spandoeken. Ja, dan is dit wel mooi dat de families er zijn. En dat we dit namens supporters hebben kunnen doen. Ik denk eigenlijk dat je wel met een trots gevoel staat als je dan de emoties bij de familie ziet. Heel trots, ja. Ja, heel trots, ja. Ja, de berichtjes die ze me stuurden, dat zijn zulke mooie berichtjes voor de supporters. En ja, dat is prachtig. Ja. Jullie hebben ervoor gekozen, hè, om drie jong overleden spelers op de muur te zetten. Het lijkt me lastig om dan voor de eerste keer contact met de familie te leggen, om dat te bespreken. Ja, dat was ook, want ik had in het begin had ik verkeerde mailadres van de familie Knel. En dan ga je een beetje speuren. En dan krijg je het telefoonnummer van vader. En die bleek dus in 2015 overleden te zijn. Rouwadvertentie op internet gevonden. Daar stond het nummer van Astrid onder. In ieder geval het adres. Naar gebeld, kreeg dochter aan de lijn verteld. En Astrid die belde s'avonds gelijk op. En ik heb denk ik in totaal anderhalf uur met Astrid Knel aan de lijn gehangen. En ja, dan zie je hoe dankbaar en hoe mooi ze het vinden. Ja, we zijn het puur uit puurheid zijn we begonnen. Ja, en dan ga je dan op een gegeven moment krijg je dat aandacht en dan komen ineens aanvragen van diverse media. En dan sta je eigenlijk niet bij stil dat het zeg maar zo groot wordt. Want we hebben het gewoon uit puurheid gedaan voor de familie en ook gewoon namens de NAC-supporters die toen met die 5% actie in 2015 toen NAC degradeerde, dat geld bij elkaar hebben gebracht. En een gedeelte hebben we in de graffiti's geïnvesteerd. Deze, er komt bij de Beatrix, de ingang, komt er nog eentje. Ook door Robin Nas gemaakt. En de rat in de spelerstunnel is ook door Robin Nas gemaakt. En ja, dat is gewoon echt een enorme kunstenaar. En dat is echt een geschenk dat hij hier is komen aanwaaien. Er zijn vandaag veel familieleden natuurlijk. Je vertelde dat het contact met Astrid Knel warm was. Was het met de andere families ook zo? Ja, dat was ook ik. De familie Diroux, familie Eliet, daar heb ik eigenlijk al jaren contact mee. Ooit column geschreven. Dominique, een week voordat hij overleed, heb ik hem ontmoet. Best wel lang op de bus staan wachten. Uiteindelijk hebben we mijn vader naar huis gebracht. Daar zag je dat het een jongen was met een nakhart. Werkte toen de tijd bij de Stem. Verbaasde zich niet over de brieven die er toen de tijd binnenkwamen. Deed daar al heel veel voor de jeugd. We zijn twee weken geleden heel de familie ook bij ons op visite geweest. Naar het bos geweest. Dus daar heb ik heel veel contact mee. En de familie van Vliet. Ja, dat was ook nieuw dat ik met broer Arno in contact kom.
Die hebben op een gegeven moment gezegd, wij willen geen pers, geen interviews meer. We willen gewoon, we hebben het afgesloten, we willen hierbij zijn, want dat vinden we prachtig. Maar een beetje op de achtergrond en dat respecteren we ook. Ik neem aan dat je voortaan als je hier onderdoor loopt met een trots gevoel, een mooi gevoel rondloopt. Ik zag bij iedereen emoties. Het is mooi eventoon, hè? Ja, super. Ja, ik ben gewoon trots om NAC-sport te zijn wat er ook gebeurt. En dit maakt me gewoon extra trots dat we dit gewoon met alle sports hebben kunnen realiseren.